佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，母亲，主人 ，Merry Christmas。Ik keek naar een documentaire. Ik heb toen gezien een man die inspireert en laat zien dat hij een krijger is, maar ook een heler, een leraar en een visionair. Iemand die alle oerkrachten niet alleen erover praat, maar het laat zien in zijn daden. Dat inspireerde mij zo dat ik denk, ik wil hem naar Nederland halen. Dat is mijn inspiratie geweest om naar Nederland toe te halen. Waarom? Omdat ik zie in Nederland dat wat we missen is actie en zelfvertrouwen, confidence. You are holding your own destiny. Where we want to go? Which way you want to go? Which way you want to be? All about yourself. That's right. Believe yourself. Trust yourself. Have confidence in yourself. Always understand yourself, encourage yourself, and challenge yourself, discipline yourself, and master yourself. Watch me first. See, chamber your face. Move your first step forward. Make sure both legs extended, body straight. Head up, look in front of you. Okay? Slap your foot. Pop your body up. Foot extended. Okay? Can you do that slow? Sure. No problem. Mensen vragen aan mij, een boeddhist die martial art doet, hoe kan dat zijn? Wat Shifu zegt, als je vertrouwen hebt, innerlijke kracht en de bereidheid om te doen, dat betekent spiritualiteit. Spiritualiteit betekent niet zeggen dat je vertrouwen hebt, maar het niet doen. Maar je hebt de martial arts nodig, de krijger attitude, om in het moment te doen wat nodig is. Go, go, de essentie van het shamanisme is eigenlijk heel simpel. Erken jezelf en de wereld zal je erkennen. De wereld is een spiegel. Wil je weten wie je bent? Leef, heb contact met iedereen, zodat je leert wie je werkelijk bent. Doe goede dingen voor jezelf, help anderen. En door jezelf en anderen te helpen, help je de wereld. Lots of wonderful things come in our lives. Lots of wonderful things. You know, you can travel. You can know how to use a computer. You can have a boyfriend, girlfriend. You have a lot of choices. Make decisions by yourself. But at the same time, a lot of not so great things come in our life too. But you have no how to balance that. That's why I say, not only enjoy sweet life, the spicy life is beautiful too. Yeah, just like we eat food. We cannot always eat sweets. We cannot always eat spices. Next, our life is just like that. Go! Go! Waarom voor mij Shifu de belichaming is van de spiritual warrior? Omdat hij zegt, of je nou tennist, een borreltje drinkt, naar Gent gaat rijden, les gaat geven in Nederland. Alles wat je doet, dat doe je vanuit je innerlijke kracht en vanuit het moment. Omdat je wil uiten wie je bent. En als je een uiting bent van wie je bent, dan ben je een uiting van chi. Een uiting van onvoorwaardelijke liefde. Dus door te doen en te handelen in het moment, spreid je liefde uit. En daar ben je dus wel een krijger voor nodig. Want je kan niet zeggen, vandaag doe ik het wel en morgen doe ik het niet. Shifu zegt constant, more chi, train harder. Pak meer van het leven en doe meer je best. En heb vertrouwen, dan gebeurt het. Voor mij is het gewoon een hele belangrijke les geweest. Dat als ik vertrouw op mezelf en luister naar mijn intuïtie en daarna handel, dan dat het resultaat klopt. Dat is mijn les. En dat kan ik in alles gebruiken.